Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe Airsoft video. Vandaag ga ik iets unboxen, namelijk mijn nieuwe replica. En dan vragen jullie misschien af, welke replica is dat dan? Dat is de WE M1911B. Dit is alleen maar de doos, daarin zit de replica. Dus daar gaan we nu lekker naar kijken. Oké, hier hebben we hem dan, de doos van de WE 1911B. In de beschrijving onder deze video zal ik een paar links zetten van airsoftwinkels waar je deze pistoolreplica zou kunnen kopen. Dat maakt voor nu niet uit, als jullie willen eerst zien hoe die eruit ziet. Als eerst, als je de doos open doet, krijg je een handleidingsboekje. Persoonlijk ben ik nooit zo fan van die handleidingsboekjes. Hier is deze op zich nog wel handig om te lezen, omdat er ergens, als het goed is, ook staat hoe die uit elkaar moet. En je hebt een onderdelenlijst met alle onderdelennummers, zodat je in principe bij WE zelf of bij een andere webshop exact weet, oké, als dit onderdeel van mijn replica kapot is, dan moet ik dit nummer bestellen. Dat vind ik best wel handig om te hebben, want dan hoef je niet eindeloos op onderdelentekeningen te zoeken online. Je hebt gewoon standaard al de onderdelentekening bij de replica. Onderdelenboekje gaat voor nu even aan de kant. En dan zie je hier de replica en de twee magazijnen. Bij deze replica krijg ik twee magazijnen. Wat best wel handig is. Want als backup, dus echt puur als backup, heb je aan één magazijn over het algemeen wel genoeg. Maar wil je bijvoorbeeld in een CQB gebied je pistool echt gaan gebruiken in plaats van een standaard AEG, dat is één magazijn niet echt genoeg, omdat je dat telkens opnieuw het gas en de bibis moet vullen op het moment dat je magazijn leeg is. Met twee of zelfs nog meer magazijnen stop je er gewoon even snel een nieuw magazijn in. Wanneer je dan bent geraakt, dan ga je terug naar de span en vul je je magazijnen. Het zijn standaard gasmagazijnen met een vulpunt onderin en een veertje voor de bibis. Ik ga jullie zo meteen ook nog laten zien hoe je dit magazijn moet vullen. Twee magazijnen dus, en die gaan nu ook even aan de kant. En er is hier de replica. Ik haal de doos even weg, die hebben we niet meer nodig. Hier is hij dan, de WE-1911B. En jullie zien misschien op de camera dat hij niet helemaal perfect zwart meer is. Dat komt omdat ik hem al gebruikt heb. Ik heb hem al een poosje, maar nu ga ik eindelijk eens een keertje de video ervan maken. Het is een volledig metalen replica, behalve de handgrepen. Die zijn van plastic, maar die wil je toch eigenlijk niet van metaal hebben, want het zou veel te koud zijn. Het is niet een ouderwetse M1911, dus dit is niet bepaald een replica die echt nabootst zoals de originele 1911 in de Eerste en Tweede Wereldoorlog gebruikt zou worden. Dit is meer een tactische uitvoering met een tactische rail. Een trekker die niet massief is, waardoor er net je gewicht scheelt. Net zoals de haan. Die is ook niet massief. En de sights zijn wat moderner als de standaard massieve blokken van de originele M1911. Nou, deze gas blowback replica heeft alles wat je van een andere gasreplica mag verwachten. Hij heeft een terugvallende slede met een sledeblokkering. Hij heeft natuurlijk de trekker met een extra veiligheidspal in het handvat. Zolang je je hand er niet op hebt, kun je de trekker niet omhalen. Maar wanneer je hem vastpakt, gaat de trekker wel. En hij heeft natuurlijk zijn veiligheidspal die vanaf beide kanten af te bedienen is. Het magazijn gaat er onderin in. Daar haal je eerst een sledekeertje over om gas en een bibi in de loop te krijgen. Je laat de slede naar voren vallen. En als er gas en een bibi in zou zitten, dan zou ik die vuren. Oké, dan nu het vullen van het magazijn. Wat heb je daarvoor nodig? Daar heb je natuurlijk één van de magazijnen voor nodig. Je hebt daar bibis voor nodig. Ik gebruik hier een heel simpele speedloader. Voor dit magazijn hoef je niet het rare clipje voor pistoolmagazijnen te gebruiken. Want ik laat jullie zo meteen zien hoe dat bij dit magazijn gaat.
En persoonlijk gebruik ik Lubriprol 2.0 airsoftgas. Je kunt ook aanstekkergas, butaangas gebruiken, maar er zit geen siliconenvet doorheen. Dus daarmee zal je replica's heel veel minder lang doen dan met speciaal airsoftgas. Lubriprol 2.0 is voor de zomerperiode gewoon goed genoeg. Dat is te gebruiken in een temperatuur van tussen de 10 en de 25 graden. Nou, heter dan 25 graden vind ik zelf ook niet fijn om in te spelen. Het loop je alleen maar te zweten, moet je heel erg veel drinken. Onder de 10 graden speel ik ook niet echt. En dan, dan heb je nog de mogelijkheid om over te stappen naar Lubriprol 3.0 in de rode fles. Die tot een wat lagere temperatuur kan. Om het magazijn te vullen met gas. Hou het magazijn ondersteboven. Je haalt de dop van het gas af en je schudt de fles even. Je houdt het magazijn rechtop. Je plaatst de fles erop en je duwt. Kan ik dit laten zien? En je duwt hem omlaag. En je hoort het magazijn vullen. Op het moment dat je geen gas meer hoort lopen, is het magazijn gevuld met gas. Om dan de bibis erin te doen, trek je de veer naar achteren. En er zit een klein palletje in het magazijn, waardoor de veer blijft haken. En dan kun je met je speedloader hier in het gat in het magazijn, kun je heel simpel de bibis invoeren. En laat je het veertje naar voren en dan kan er geschoten worden. Ik zelf zit nu even in een omgeving dat ik niet kan schieten. Daarom ga ik jullie toch even de terugslag laten zien van deze replica, maar zonder bibis erin. Het magazijn gaat erin, je haalt hem wel veilig af, je haalt de slede naar achteren. Normaal zou er dus nu ook een balletje de loop ingaan, dus die zit nu gereed om te vuren. Op dat moment schiet je en komt de slede naar achteren. Wanneer er bibis in zitten, dit simuleer ik nu even door de sledeval, als ik hem even zo mag noemen, vast te houden, naar beneden te houden. Als er bibis in zouden zitten en je vuurt, dan zou dit het beeld zijn. Tot het magazijn leeg is. En dan blijft de slede natuurlijk weer naar achter staan. Uit het magazijn eruit. Nu een nieuw magazijn erin. En dan kun je weer vuren. Oké, dat was dan mijn unboxing en korte review van deze replica. Ik heb nog niet vermeld hoe hard hij schiet. Hij zou volgens de site van WE zo rond de 300 fps moeten schieten. Ik heb er zelf nog nooit mee ge-fps'd. Raar genoeg, ik heb er wel mee gespeeld, maar hij heeft nog nooit door de FPS-test gemoeten. Maar ik verwacht dat hij wel zo rond de 300 FPS zal schieten. Hij zal in elk geval niet te hard schieten, want hij mag maximaal 360 FPS feet per seconde bij een 0.20 gram bibi schieten. En daar zal hij, verwacht ik, met het correcte gasgebruik, dus in de zomer Lubriprol 2.0... En in de winterperiode, wanneer het kouder is dan 10 graden, Lubriprol 2.0, zal die nooit, bij kouder dan 10 graden, Lubriprol 3.0, zal die nooit te hard schieten, in mijn ervaring. Dat was mijn review, mijn unboxing. Heb je nou nog vragen, laat die in de comments hieronder. Dan kan ik ze hopelijk beantwoorden. Vond je het een leuke video? Like en subscribe dan alsjeblieft. En ik zie je allemaal weer in de volgende video. Ciao!